Om president van Amerika te worden, moet je er in elk geval 14 jaar wonen. Minstens 35 jaar oud zijn en, oh ja, in Amerika geboren zijn. Check, check, check. Dan kan de race beginnen. Alle voorgaande presidenten zijn afkomstig uit twee politieke partijen. De rechtse Republikeinen, met Ronald Reagan, de Bushes en Donald Trump. En de iets minder rechtse Democraten, met Bill Clinton en Obama. Als jij partij gekozen hebt, moet je nog zorgen dat de partij jou kiest. In het hele land worden caucuses gehouden, een soort voorverkiezingen. Op de grote partijconventie word jij dan tot partijkandidaat gekroond. En dan kan je weer het land in voor de grote campagne. Met je running mate. Rennen maar! Op de dag van de presidentsverkiezingen rennen ook alle burgers naar de stembus. Nou ja, in de praktijk iets meer dan de helft. Per staat worden de stemmen geteld. En met een meerderheid in een bepaalde staat krijg jij alle kiesmannen van die staat. Als je over heel Amerika de meeste kiesmannen achter je krijgt, ben jij de volgende president. Dus hou 20 januari maar vast vrij, want dan word je geïnaugureerd en krijg je de sleutels van het Witte Huis. Nou, waar is die bowlingbaan?